Welkom allemaal op deze toch wel bijzondere avond. We zijn hier met een aantal studenten van de faculteit van Industrial Design. Hun begeleider, Jacques Terke, staat hier naast me. Die zal dadelijk even kort een aantal dingen vertellen. Mijn naam is Kees Donkers. Ik woon ook in de wijk. Het programma voor vanavond is eigenlijk dat we beginnen met een korte introductie. 20 minuten. Dat doen Jacques en ik samen. Vanuit het wijk, de context van het project. De samenvatting van de resultaten op dit moment door Jacques vanuit de TU. Daarna is de bedoeling dat we de presentaties even langs gaan. Kort, dat de studenten, er zijn een stuk of 8 groepen hier, die kort hun resultaat, hun idee presenteren. 5 minuten per groep. We kunnen daar in principe meteen over van gedachten wisselen, maar het idee is eigenlijk dat we naderhand doen. Dus dat we eerst een deel gemeenschappelijk hebben, dan een deel presentaties en dan een deel discussie hebben we dat genoemd, maar in ieder geval gedachtenwisseling over die resultaten. Het feit dat we nu hier zijn en dat deze resultaten hier zijn, heeft ons doen besluiten om City TV te vragen om dit via internet uit te zenden, wat we hier vanavond presenteren. Zodat het niet alleen online zichtbaar is vanavond, maar ook naderhand te downloaden voor iedereen in het Witte Dorp. Dus ook zichtbaar vanaf de site, hopelijk straks ook van het Witte Dorp. Maar in ieder geval vanuit de City TV site, www.citytv.nl. Daar is een button E+ of Brabant Academy waaronder dit soort initiatieven allemaal vallen. En dan kunnen we deze informatie 1-op-1 terugvinden. Dus voor iedereen die de avond moet missen. Dat is 1, dus we gaan het goed vastleggen. Transparant heet dat dan. Dan even kort de context. We hebben hier ook collega's van de gemeente aanwezig om kennis te nemen van dit resultaat. Dus ik denk dat het ook leuk is dat zij straks in de discussie even hun mening geven. De introductie zelf. Even terug in de geschiedenis. Ik zelf heb in 1978 ons huis mogen kopen in het Witte Dorp. Dat is een tijdje geleden. Toen kon je aan één kant van de straat parkeren, aan de andere kant niet, in de Odulverstraat. Dat was eigenlijk de aanleiding voor de antennesysteemstichting die toen bestond. Om met het parkeren aan de slag te gaan. Ik praat over 1981. Om aan twee kanten van de straat te parkeren in plaats van aan één kant. Niet alleen Odulverstraat, maar ook Odastraat. Het schetst een beeld, want daardoor is de Stichting Witte Dorp ontstaan. Door het parkeerprobleem in een tweetal straten op zijn minst. Daarna hebben we natuurlijk met de Stichting Witte Dorp een aantal andere initiatieven ontplooit. Zoals het DAF-terrein, zoals het onderhoud enzovoorts. En de feesten niet te vergeten. Maar het gaat erom dat het ooit is begonnen met het parkeerprobleem. Nu zitten we 30 jaar later met een situatie waarbij we een soort break-even hebben bereikt. Het kan nog net. Kenet, zeggen ze dan. En dat zal dadelijk ook wel blijken uit de studentenresultaten. Maar er is een soort verzadiging bereikt. En wat doen we hierna? Dat is een beetje de essentie van wat er het afgelopen half jaar in de studies heeft plaatsgevonden. De eerste periode was er vooral op gericht, en dat zullen ze dadelijk misschien wel vertellen, om die state of the art duidelijk te krijgen van, is er nou echt een probleem of niet? Nou, dat zullen ze dadelijk wel vertellen. Maar de vraag die erop kwam na de midterm, ik mocht dat ook meevolgen. En daar is de vraag gesteld, wat doe je over de periode die hierna over een jaar of 5? Nou, daar zullen we vanavond ook wat ideeën over horen. Tot slot is het zo dat Jacques en ik op bezoek zijn geweest bij NXP. NXP is een bedrijf op de Heidegg Campus wat zeg maar, de techniek voor het rekeningrijden heeft ontwikkeld. Dat gaat niet door, dat rekeningrijden, maar die techniek die is er wel degelijk. Het is mogelijk dat wij die techniek wellicht zouden kunnen inzetten als wij daarmee door zouden gaan, samen met de TU, om tot een super high-tech oplossing te komen als een soort pilot, als wij daartoe bereid zijn. Of een aantal mensen binnen onze wijk proefpersoon willen zijn in zo'n opzet. Dus het rekeningrijden, het rekeningparkeren, zal ik maar zeggen, daar zou het dan op neerkomen. Een soort gecontroleerd systeem. We gaan er niet over doorpraten, want dat is verre toekomst. Het gaat er nu vanavond om dat wij vanuit die context van, is er nou een parkeerprobleem, ja of nee, even wat ideeën out of the box van de nieuwe generatie die straks in onze wijk misschien komt te wonen, dat we hun ideeën proeven en kijken hoe zij tegen hun toekomst aankijken. Daar gaat het om. Jacques, misschien wil jij kort een samenvatting geven van wat we gaan zien dadelijk. Ja. Welkom, ook mede namens de studenten. Verheugende opkomst, moet ik zeggen. Ik wil eerst eventjes het project zoals dat door de studenten is uitgevoerd inleiden. Wij vertegenwoordigen de faculteit Industrial Design van de Technische Universiteit. En bij Industrial Design dacht je in het verleden al gauw aan
mooie verpakking rond technologie. Nou, dat is wat onze studenten helemaal niet doen. Onze studenten zijn eerder uitvinders, zeg ik altijd maar. Het gaat erom, de faculteit is opgericht om te kijken naar maatschappelijk zinvolle toepassingen van technologie. Er zijn allerlei nieuwe technologieën, draadloze communicatie, ICT en dergelijke. En een jaar of 10 geleden ontstond het idee dat je de toepassingen voor dat soort technologieën niet alleen aan de klassieke ingenieurs moest overlaten, maar dat je ook een soort nieuwe ingenieurs nodig hebt die kunnen kijken naar zinvolle toepassingen van die technologie, maar die ook hebben geleerd om aandacht te besteden aan de esthetiek. Hoe moet het gaan uitzien? We weten allemaal het karikatuur van de oude Philips-apparaten. Technisch perfect, maar ze zagen heel erg saai uit, hadden weinig seksappeal, om het zo maar te zeggen. En ook Philips vond dat er behoefte was aan een nieuw soort ingenieur. En een derde aspect daarvan was dus niet alleen technologie, het moet ook mooi uitzien. Maar een derde aspect was ook, het moet ook gericht zijn op de gebruikers, op de eindgebruikers. Dus niet alleen maar leuke features bedenken waar vervolgens niemand iets mee blijkt te doen. Maar de studenten moeten ook leren om te ontwerpen in samenhang met de mensen in de maatschappij waarvoor ze gaan ontwerpen. Dus dat is een van de belangrijke aspecten binnen de opleiding. Studenten leren om tijdens het ontwerpproces de gebruikers erbij te betrekken. En op die manier te werken aan zinvolle toepassingen van de technologie. Dus dat is wat de faculteit Industrial Design betreft. Dan het onderwijsmodel, dat is denk ik ook wel relevant. Vanaf de eerste dag dat de studenten binnenkomen in de faculteit, dus vanaf het eerste jaar, gaan ze meteen werken aan projecten. Het is dus niet zo dat ze klassieke colleges volgen en dan in het vierde of vijfde jaar een keer een project gaan doen, zoals het in veel andere faculteiten gaat. Industrial design is gewoon doen, is je handen vuil maken. Ook het aspect van wat ik al zei, van mensen proberen erbij bij het ontwerpproces te betrekken, is belangrijk. Er moeten een hele hoop verschillende vaardigheden geleerd worden. En studenten beginnen dus vanaf de eerste dag van dat ze de universiteit binnenkomen met projecten. Nou, we proberen bij die projecten altijd maatschappelijke partijen erbij te betrekken, zodat die studenten ook leren om naar buiten te gaan. We zeggen altijd, de wereld is buiten, hier binnen. Daar vind je niet wat mensen belangrijk vinden. Dus ze gaan naar buiten en we denken dat ze dat kunnen leren, doordat we daar al heel vroeg mee beginnen. De projecten worden vanaf het eerste jaar in teams gedaan. Naderhand gaan studenten individueel in teams werken, maar zeker de eerste twee jaar werken ze vooral in teams. Teams van 4 studenten die dan gedurende een semester, 15 weken lang, 3 dagen per week aan zo'n project werken. Dus dat is toch een redelijke inspanning. En het idee is dan ook dat je toch ook leuke dingen kunt ontwikkelen. Nou, we hopen daarvan vanavond een stel te laten zien. Nou, Kees heeft al iets gezegd over de doelstelling van het project. Dus de gemeente is in eerste plaats erg geïnteresseerd om aan de stad vorm te geven, maar de stad ook als laboratorium te gebruiken voor de opleidingen op het gebied van ontwerp die we hier hebben. Dus het idee van City as Laboratory. We hebben samen met Kees daar al een eerder project voor gehad op het gebied van mobiliteit. Een van de onderwerpen waar de studenten aan werken binnen de faculteit is mobiliteit. Dus we hebben een aantal projecten op het gebied van mobiliteit lopen. En het idee is dat studenten door verschillende thema's heen roleren en dan ook projecten doen op het gebied van mobiliteit. Dus Kees was erg geïnteresseerd om de stad als laboratorium te beschouwen voor mobiliteitsproblemen. En dat bood ons een interessante maatschappelijke context. Dus dat was een mooie match van de gemeente en de opleiding. Nou, eventjes kijken nog. Ja, goed, dan het parkeerproject. Daar hebben in totaal 6 teams aangewerkt. 6 eerstejaarsteams, 1 tweedejaarsteam en 1 derdejaars individuele student. De bedoeling van het project was om in de eerste plaats een goed beeld te vormen van wat er in verschillende wijken op het gebied van parkeerproblemen speelde. Oriëntatie dus op de problemen en de context, maar dan ook vervolgens oplossingen daarvoor te bedenken. Aangepast aan de oriëntatie op de problemen zoals die ervaren werden. Nou, de context was in eerste instantie het Witte Dorp, maar ja, toen er 7 teams op dit project bleek te gaan werken, dachten we van, we moeten niet al die teams
het Witte Dorp gaan insturen. Dus toen hebben we daarnaast ook de schrijversbuurt erbij gepakt. En het aardige was dat, dat de schrijversbuurt een heel ander soort parkeerproblematiek heeft dan het Witte Dorp. Hier in het Witte Dorp zijn het vooral de mensen zelf die om de beperkte hoeveelheid parkeerplaatsen moeten concurreren. In de schrijversbuurt zijn het juist mensen van buitenaf die de auto's komen parkeren en dan vervolgens naar de stad gaan. En daardoor problemen voor de mensen in de wijk opleveren. Dus twee verschillende soorten problemen. Nou, wat u hier vanavond ziet is alleen de resultaten van de studenten die voor het Witte Dorp hebben gewerkt. Ze zijn als volgt te werk gegaan. Eerst dus een oriëntatie op de context, interviews doen, surveys, tellingen, observaties en dergelijke. De uitkomsten daarvan heel in het kort waren van de surveys. Die zijn gedaan van met 75 deelnemers. Dus dat is ongeveer toch 1/4 van het aantal inwoners in de wijk. Of het aantal huizen in de wijk moet ik zeggen. Het aantal huishoudens. 47% van die 75 mensen zei dat er geen parkeerprobleem was. Dus de helft van de mensen vindt dat er wel een probleem is. 20% van die andere helft vond dat er altijd een probleem was. En 30% van de mensen vond dat er vooral 's avonds een probleem was. Als nu werd gevraagd van wat moeten we gaan doen om die problemen op te lossen. Bijvoorbeeld meer parkeerruimte creëren of andere oplossingen. Dan werd gezegd van nou ja goed, er zijn wel parkeerproblemen. Maar we willen vooral niet dat er openbare ruimte aan nog meer parkeerruimte wordt besteed. Dus speelruimte en straatbeeld zijn veel belangrijker dan parkeren. Dan werd ook gevraagd hoe zit het nou met eventueel betaald parkeren. Want dat was op de informatieavond een van de punten. Dus in begin juli is er een informatieavond geweest. Een soort sondering om te kijken wat men in de wijk van het parkeren vond. En ik herinner me nog van die avond dat men tamelijk terughoudend was om überhaupt te spreken over een probleem. Want als je met de gemeente spreekt over een probleem, dan zegt de gemeente wij hebben wel een oplossing, namelijk vergunningen, betalen en dergelijke. En dus werd gezegd van we moeten eerst maar eens zien of er überhaupt een probleem is. Nou, de helft van de mensen vindt dat er wel een probleem is, maar minder dan 25% van de mensen willen betalen voor een parkeerplaats. Nou, betalen voor een parkeerplaats is natuurlijk ook een heel simpele oplossing. En het was de bedoeling van de studenten dat ze juist een beetje creatief gingen denken. Zijn er ook andere dingen die je kan bedenken dan betaald parkeren? Nou, en daar komt natuurlijk dan de creativiteit van designstudenten om de hoek. En we hopen dat u daarvan vanavond wat zult zien. Dus surveys zijn gedaan, diepte-interviews zijn gedaan. In die diepte-interviews kwam naar voren dat ook mensen die zeiden dat er geen probleem was, als je even doorvroeg, toch wel lieten merken dat er wel wat irritaties waren over hoe er geparkeerd werd op de stoep parkeren en dergelijke, inefficiënt parkeren en dat soort zaken. Dus de zaak ligt toch wel wat gevoelig. Nou, verder hebben de studenten ook tellingen uitgevoerd waaruit bleek dat er nog ruimte was. Op het moment, zoals Kees al aangaf, het wagenpark breidt steeds uit en we beginnen tegen de grens aan te lopen. Dus je kunt nu nog wel met oplossingen komen waarin je zegt van binnen de wijk efficiënter de parkeerruimte verdelen, dat kan nog wel. Maar we zullen toch echt naar andere oplossingen toe moeten. Na het onderzoek gingen de studenten dus aan de slag om concepten te bedenken. En die gingen heel verschillende richtingen in. Een aantal richtingen waarbij ik wel moet zeggen dat die richtingen niet alleen betrekking hadden op het Witte Dorp, maar ook op de schrijversbuurt. Ik weet niet precies welke er vanavond vertegenwoordigd zullen zijn. Maar één richting was in ieder geval bewustwording. Maak mensen ervan bewust dat als ze ergens gaan parkeren, dat ze dan potentieel een probleem creëren voor andere mensen. Dus als jij 2 of 3 of 4 auto's hebt en die wil je allemaal voor de deur hebben, ja, dan heeft je buurman misschien ook een probleem. En maak de mensen daarvan bewust. Nou, een tweede richting was de efficiëntie verbeteren. Waarbij mensen dan met behulp van slimme technologie naar beschikbare parkeerplaatsen werden geleid. Derde richting was het gewenste gedrag aanmoedigen of belonen. Vierde was communicatie bevorderen. Zodat mensen die ergens over geïrriteerd zijn, bepaalde onvrede hebben, dat die dat ook ergens kwijt kunnen. Dat andere mensen in de wijk dat dan ook kunnen lezen. En een vijfde richting was ook nadenken over alternatieve vervoermiddelen. Hebben we altijd de auto nodig? Is er niet een andere oplossing om vervoersproblemen te behandelen? Nou, eventjes wat de technologie betreft. Zoals Kees al zei, out of the box.
We hebben dat ook vrijmoedig geïnterpreteerd en gezegd van nou, we hoeven niet zo heel direct over de haalbaarheid na te denken. Het hoeft niet allemaal binnen nu en een half jaar ook echt realiseerbaar te zijn. Dus de studenten mochten ook hun gang gaan met technologieën waarvan we nu weten dat dat ofwel veel te kostbaar is, ofwel nog niet realiseerbaar, maar waarvan we in de toekomst toch misschien nog wel kunnen genieten. Nou, voor de hand liggende technologie is bijvoorbeeld webtechnologie, als het over communicatie gaat, maar ook zaken zoals GPS en navigatie, ook al zeg maar wel haalbaar als je dat op een goede manier toepast, dan denken we dat daar nu al haalbare oplossingen mee gerealiseerd kunnen worden. Maar bijvoorbeeld andere oplossingen die gebruik maken van LED-verlichting in de weg. Nou, dan denk je al aan iets wat in ieder geval veel kostbaarder is, wat nu in principe wel gerealiseerd zou kunnen worden. Andere zaken zoals sensoren die in de weg verwerkt zijn om te zien of er ergens nog parkeerplaats is. En een ander punt nog, in al die oplossingen speelt op de een of andere manier wel mee dat je weet van wie welke auto is. Of dit de eerste auto is van een bepaald huishouden of de tweede auto. Dus op de een of andere manier zul je toch auto's moeten identificeren. En daar denken we dus, Kees heeft het al genoemd, aan bijvoorbeeld technologie van NXP. Waarbij we ons terdege realiseren, en XP doet het trouwens ook, dat privacy daar een belangrijke rol speelt. Dus het is niet zo dat we nu vervolgens gaan voorstellen om alle auto's met bepaalde chips uit te rusten. Zodat Big Brother straks weet waar u wanneer bent geweest. Dus privacy heeft in ieder geval wel onze serieuze aandacht. Wat de samenvatting van het project betreft wil ik het daarbij laten. Dus we gaan straks eventjes langs de verschillende projecten kijken waar de studenten dan kort in 5 minuten hun verhaal vertellen. Kees heeft al genoemd, er komt een follow-up van dit project. Dat zal niet met zoveel studenten zijn, waarschijnlijk 1/3 jaar student en een masterstudent. De bedoeling van dat project is dat, dus, dat die twee studenten de resultaten van het huidige project meenemen. De onderzoeksresultaten gaan gebruiken en de concepten die in deze fase zijn ontwikkeld en dan de volgende stap zetten. En de volgende stap zou zijn het uitwerken van veelbelovende concepten, eventueel ook in samenhang, dat je zegt van nou goed, er zijn een aantal aspecten, bijvoorbeeld bewustwording, maar ook mensen lijden. Nou, dat zijn duidelijk verschillende aspecten van een oplossing, die zou je eventueel kunnen integreren. En het idee is dan dat in dat project ook de mogelijkheden voor een pilot worden onderzocht, dat we dus echt een stap verder gaan dan het huidige project. De huidige projecten die zijn hoofdzakelijk conceptueel, dus er zijn nog geen mogelijkheden om nu echt een pilot in de wijk te gaan doen. Dus de vraag is, zijn er mogelijkheden voor een pilot in een wijk? En het idee zou dan zijn dat de uitkomst van de huidige van de komende projectronde is dat in samenwerking met NXP wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn van een project en dat we dan vanaf september eventueel, als dat allemaal gaat lukken, gaan kijken of er met de bewoners samen een pilot gedaan zou kunnen worden. Dus dat is wat ik kwijt wilde en ik nodig u uit om langs de tafels te lopen. Goed, Kees, wil jij nog iets zeggen? Ja. Nou, ik denk dat het goed is om dat een beetje te structureren. Het is weliswaar een informeel gebeuren vanavond, maar ik denk dat het goed is dat de studenten om de beurt aan het woord komen. Een aantal mensen kunnen hier vooraan zitten om die presentatie van dichtbij te zien. Een aantal ook staan, dus het wordt een lekker ongedwongen gebeuren. Maar het is de bedoeling dat we ons scharen rondom de verschillende projecten op het moment dat ze gepresenteerd worden. Ze worden ook online vastgelegd door CTTV, dus de presentatie is aan de hand ook nog te downloaden. Mocht je het niet allemaal goed kunnen volgen, kun je het allemaal nog goed terug horen en terugzien op de komende 5 jaar hierna, zal ik maar zeggen. Dus wie mag ik het eerste woord geven? Jij staat hier. Dus we zeggen, kom een beetje dichterbij. Het is lekker informeel. Misschien een gedeelte zitten, het voorste gedeelte zitten. Net als een bruidsfoto, maar dan anders. En het... Kom lekker bij elkaar zo. Een beetje bij elkaar. Dat jullie goed kunnen zien en hem goed kunnen verstaan. 1 minuut of 5. Ik geef wel een seintje als... Okay. Ja? Ja. Nou, hallo. Ik ben Alexander van Dam. En dit is hetgeen waar ik dus dit semester aan heb gewerkt. De manier waarop ik dit aan wil pakken was door het efficiënter gebruik van de aanwezige parkeerplaatsen in de wijk en opvullen waar het nog is.
En dat wou ik eigenlijk bereiken door iedereen de mogelijkheid te geven om een parkeerplaats te reserveren wanneer ze dit echt nodig hebben. Dit zou dan gebeuren met een puntsysteem, waarbij je punten krijgt als je overlast hebt van anderen. Dus als je verder dan voor je deur zou moeten parkeren. En dat zou je dan kunnen uitgeven om later weer eens een keertje bij jezelf voor de deur te parkeren. Waardoor je daar gebruik van kan maken als je het nodig vindt, als je het wil en als je overlast van anderen hebt. En als dat niet zo is, dan hoef je er geen gebruik van te maken. Het is een vrij open systeem. En ik zal het wel simpel demonstreren hier. Het is hier waarschijnlijk niet goed te zien voor iedereen. Maar hier staat zeg maar een soort kleine versie van een webpagina of een applicatie. Ik heb hier, als u dat door kan geven. Hier staat zeg maar wat er ongeveer op het scherm zou staan. Dus ik zal het wel even doen. Dus dan zou je eerst inloggen op de site. En vervolgens zou je kunnen aangeven of je voor jezelf of voor een gast een parkeerplaats zou willen reserveren. In geval van gast geef je van tevoren een sleutel of een pas mee, zodat die door het systeem wordt herkend. Dus we gaan even voor onszelf een parkeerplaats reserveren. En vervolgens kan je aangeven waar je precies wil reserveren. Bij jezelf voor de deur, of ergens anders waar je het nodig hebt. Bij buren. Tja, dan is er bij uzelf wel een parkeerplaats vrij. Dus we gaan even voor onszelf hier onze parkeerplaats reserveren. We gaan er 1000 punten vanaf. Dus verder kunnen we vandaag niks meer reserveren. En onze parkeerplaats die is gereserveerd. En er komt een kleine rand omhoog bij de parkeerplaats, waardoor duidelijk zichtbaar is dat hij is gereserveerd. En er zit hier ook een kleine reflecterende rand, zodat het 's avonds zichtbaar is, zodat het geen gevaarlijke situaties ontstaan met mensen die er tegenop rijden. Maar als er nu een ander persoon langs rijdt, gebeurt er helemaal niks. Want u hebt de parkeerplaats gereserveerd, u hebt er recht op, u hebt de punten voor uitgegeven. Dus wanneer u zelf er langs komt, gaat de parkeerplaats weer naar beneden. En kan u parkeren. De manier waarop de punten in dit geval zouden worden verdeeld om het eerlijk te maken, zou zijn om het per huishouden te doen in plaats van per auto. Zodat mensen met meerdere auto's de punten zouden moeten verdelen over het aantal auto's. Dus op deze manier zijn mensen met één auto, die kunnen vaker reserveren voor die auto dan mensen met twee auto's. En het aantal punten dat wordt uitgegeven overdag, wordt zeg maar 's avonds op een hoop gegooid en verdeeld over de mensen die hebben geparkeerd. Dus binnen het hele systeem blijft er altijd hetzelfde aantal punten. Dus degene die het meest overlast ervan hebben, die krijgen meer punten. Terwijl de mensen die er weinig gebruik van maken en daar ook geen nood voor hebben, die krijgen minder punten. En dat was zo ongeveer mijn concept. Keurig bedankt. Heel kort. Misschien even kort, één of twee vragen. Ja. Natuurlijk. Ja, wij kijken natuurlijk als gemeente altijd naar de optimale gebruik van de parkeerfaciliteiten. Dus het leeg laten staan van parkeerplekken, dat is ons een doorn in het oog. Hoe voorkom je nou dat die plek de hele dag leeg is? Of dat dat ding omhoog gaat als er iemand geparkeerd staat?
Nou, dat ding omhoog gaan als die als er iemand geparkeerd staat, dat zou voorkomen kunnen worden met dezelfde sensoren die kijken of er een auto aankomt. Het eerste punt eigenlijk, dat zou verholpen kunnen worden door de tijd aan te passen die je maximaal van tevoren zou kunnen reserveren. Maar naar wat wij hebben gezien, is het dat het hier inderdaad 's avonds tussen 6 en 8 vooral vol loopt. Dus als een paar uur van tevoren zeg maar het maximum zou kunnen worden gesteld, zodra dat nodig blijkt te zijn, dan kan dat dat vanaf dat punt alleen gereserveerd wordt, vooral door de mensen die 's avonds thuis komen. Maar die auto moet er op enig moment vanaf, hè? Staat er dan een displaytje met vanaf 10 uur is deze plek bezet? Of? Het is eigenlijk redelijk simpel dat je reserveert en hij blijft omhoog totdat er iemand komt, zeg maar. Of totdat een bepaald termijn is verstreken dat die persoon sowieso niet meer daar zou komen. Dus in absolute zin zijn er lege parkeerplaatsen. Er zijn voor een bepaalde periode, lege parkeerplaatsen. Dat is in deze zin niet te vermijden, omdat je nooit zeker weet hoe lang iemand er staat en wanneer deze weg zouden gaan. Okay. Bedankt. Dankjewel. Belangrijkste is dus het puntensysteem als soort waardering in plaats van betaald parkeren of wat dan ook. Oké, okay. We gaan even naar de volgende presentatie. Jullie mogen doorschuiven en wisselen waar zit plaats als je dat wil. Goedenavond, ik ben Niel van Nes. Ik kom niet hier uit de buurt, maar ik kom ergens bij Tiel vandaan. Ik heb me daarentegen wel verdiept in jullie situatie hier. En zoals Kees in het begin al aangaf, er valt nog wel mee te leven op dit moment. Dus wat mijn systeem ook in eerste instantie doet, is het aangeven waar je dichtstbijzijnd kan parkeren. Als jij 5, 6 keer langs of door een straat heen rijdt en daar is een parkeerplaats en hij is binnen loopafstand. Maar ik wil natuurlijk wel zo dichtbij staan als mogelijk. Dus ik wil wel zeker weten dat die ene plek, dat die het dichtstbijzijnd is. En daar kon ik wel eens een kwartier mee bezig zijn. Dus in eerste instantie heb ik een applicatie gemaakt die aangeeft waar de dichtstbijzijnde parkeerplaats is. Dus als ik mijn autootje hier pak en ik zet hem hier neer, dan zal die straks een melding geven dat ik op die parkeerplaats ben gestaan. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar hoe de situatie er in de toekomst dan uitziet. We kunnen er nu nog wel mee leven, er zijn nog wat plekjes, we kunnen die nog wel verdelen. Maar op een gegeven moment, er staat toch echt alles vol en dan zullen we het op een andere manier op moeten gaan lossen. Want we blijven auto's aanschaffen en die moeten we toch ergens parkeren. Dus wat mijn systeem dan doet, is betaald parkeren voor tweede auto's. Maar er is wel een gratis alternatief. Het idee is dat er langs, woonwijken worden centrale parkeergarages gebouwd op loopafstand. Of er worden fietsen ter beschikking gesteld waar mensen hun tweede auto kunnen parkeren. Gratis. Of mensen kunnen hun eerste auto parkeren als u hem bijvoorbeeld niet zo vaak gebruikt. En het is weer winter, dus we krabben allemaal weer ijs. En er is ook wat vandalisme hier en daar, dus onze spiegels worden er niet afgetrapt. Dus hier, ik heb 1 rood autootje reeds in de wijk geparkeerd staan. Ik kom aanrijden met mijn tweede rode autootje. En het systeem geeft dus een bericht. Een van uw auto's staat reeds geparkeerd. Ja, in het Witte Dorp. Wat wilt u doen? Wilt u gaan betalen voor de parkeerplaats in het Witte Dorp? Of wilt u uitwijken naar de parkeergarage? Nou, wij zijn heel bot en we hebben een grote portemonnee, dus we drukken lekker op doorgaan. Maar nee, dat hebben we net al gedaan. Ik zal drukken op zoek een vrije parkeerplaats en dan laat die de locatie van de parkeergarage zien. En dan kan ik daar gratis parkeren. En dat is in een paar minuten mijn systeem uitgelegd. Waar krijg je die melding?
Waar krijg je die melding? Op je telefoon? Of ben je verplicht om continu je laptop bij je te hebben? Nee, het is nu een applicatie. Ik besef me terdege dat nog niet iedereen beschikt. Ja, maar ik besef me terdege dat nog niet iedereen beschikt over een telefoon die die mogelijkheid geeft. Maar ik verwacht dat dat in een aantal jaar toch wel verandert. Dat iedereen op zijn volgende telefoon, die zullen toch internetverbinding hebben. En dan kunnen ze dus connectie maken met dit systeem. En door de GPS-sensoren die in die telefoon zitten, kunnen we ook gelijk de telefoon koppelen aan een auto en aan een parkeerplaats en aan een huishouden. Nog meer vragen? Je krijgt ook een fiets daarbij dan? Nee, in de parkeergarage, die is dus, dat hangt er vanaf waar die gebouwd worden. Ik heb nu in mijn concept omschreven dat oude winkelpanden of oude bedrijfspanden worden omgebouwd tot parkeergarages. En het is de bedoeling dat dan die parkeergarages of op loopafstand zijn, of dat er een fiets ter beschikking wordt gesteld die gewoon in en om het huis gebruikt kan worden vanuit die parkeergarage. Zodat het overbruggen van die laatste paar honderd meter, dat die vergemakkelijkt wordt. De parkeergarage vraagt ook investeringen, dus die zul je toch moeten bekostigen. En zal ook wel een deel naar parkeertarieven gaan. De parkeergarages die moeten inderdaad bekostigd worden. Die worden bekostigd uit het geld dat wordt opgebracht door de mensen die er wel voor kiezen om in het Witte Dorp te parkeren. Dus dat kunnen enerzijds zijn dat de inwoners met een tweede auto die er parkeren. Anderzijds zijn het bezoekers. Ja, de bezoekers die betalen ook lekker. Die bekostigen dat. Hoe wil je dat regelen dat de bezoekers betalen? Kijk, dat de eigen een chip hebben of zo, dat gaat nog. Ja, ik ben onderzoek gaan doen naar die toekomstsituatie. En ik ben er daarbij van uitgegaan dat dit systeem pas plaatsvindt over 10 jaar. En in die 10 jaar, u heeft misschien wel de krant gelezen, er komen systemen als emergency call. Die automatisch naar de alarmcentrale bellen als u een ongeluk heeft, zodat de alarmdiensten kunnen komen. Ik ben ervan uitgegaan dat er dus standaard systemen in de auto komen waardoor we dit soort dingen kunnen controleren. Geen vragen verder. Dat was duidelijk, denk ik. Wordt ook duidelijk, Ziekemaan, dat het gaat over een nieuwe generatie. Hè? Een nieuwe generatie die gewend is om met applicaties te werken en die vooruitkijkt. En wij zijn dan toch wel een iets oudere generatie alweer, denk ik dan maar even. We gaan door naar de volgende. Oké, zijn we aangekomen bij mijn concept. Ik heb me eigenlijk heel concrete zin bezig gehouden met het parkeerprobleem zoals dat optreedt in het... Ik ben Hugo Romer, ik ben ook een tweedejaars student die ook in het project gewerkt heeft. En zoals ik al zei, ik ben in een concrete wijze bezig gegaan met dit project. Ik heb gekeken hoe kan ik het in die 10 jaar, zoals Neil net al zei, dat er nog ruimte is, kan ik het jullie als bewoners zo makkelijk mogelijk maken om een parkeerplek te vinden. Want dat is zoals in ons onderzoek eigenlijk al bleek. Leidt het veel ergernis dat mensen moeten toeparkeren, dat sommige straten overvol zijn en andere straten genoeg plek is. Nou, ik heb hier eigenlijk met een hele simpele oplossing, geïnspireerd op kattenoogreflector die je wellicht kent, die ook in wegen geïntegreerd is, heb ik een oplossing bedacht. Het gaat hier om een tegel die geïntegreerd is in het wegoppervlak. En deze tegel die kijkt om zich heen, er liggen er meer in de straat, die kijkt om zich heen of er een parkeerplek vrij is. Elke tegel houdt ongeveer 4 parkeerplekken in de gaten. En als het geval is, gaat er een lampje branden. Dus eigenlijk, in essentie is dat het concept. Ik heb het in een heel concrete manier uitgewerkt. Ik heb gekeken naar, goh, kunnen die lampjes de afstand overbruggen? De bedoeling is uiteindelijk dat u in de straatlengte kan zien, dat u op de hoek van de straat kan zien of er in die straat ergens een parkeerplek vrij is. Dus als u een lampje ziet branden, weet u dat er een parkeerplek vrij is en kunt u die straat inrijden en anders kunt u doorrijden. Verder is deze tegel zelfvoorzienend.
Er is in principe geen infrastructuur nodig, geen stroomvoorziening nodig. Hij zorgt voor zijn eigen elektriciteit door middel van zonnecellen. En ik heb op gelet dat het zo snel mogelijk realiseerbaar is. Ik heb gelet op kosten. Ik heb zo goedkoop mogelijk sensoren gepakt die het nog net redden. Zonnecellen uitgaan die het ook nog gewoon kunnen redden en die niet te duur zijn. LED-lampjes die op het moment ontzettend goedkoop aan het worden zijn. En eigenlijk zou dit in theorie, binnen een half jaar zou het eigenlijk al in uw wijk kunnen liggen. Dat is ook echt de insteek geweest van mijn project. Vooral om die tussenperiode te overbruggen, voordat we echt overgaan naar ontzettende capaciteitsuitbreidingen, zoals parkeergarages. Om die tussentijd te overbruggen en het u makkelijker te maken om een plek te vinden in uw wijk. En dat was mijn project in een notendop. Vragen? Oh ja, ik zal nog even demonstreren. De sensor die staat op dit moment aan en ik kan u laten zien hoe die reageert als er een auto is. De sensor die recht nu deze kant op, staat op een bepaalde afstand, staat die ingesteld van de straatbreedte, ligt in het midden van de straat. En als er hier een auto gaat parkeren, dan gaat het lampje uit. Nu zit er één sensor op, normaal zouden daar vier op zitten. En het licht schijnt dus erg veel tijdens de avonduren, vooral omdat dan de spits optreedt, schijnt hij in de lengte van de straat. Ja, dus als er een auto geparkeerd staat, gaat hij uit. En als er een auto of een parkeerplek vrij is om zich heen, van die vier of meerdere die hij gaat houden, gaat er een lampje aan. Zo simpel is het. Nogmaals, vragen. Sorry. Gebruikt in plaats van twee auto's. Hoe voorkom je dat? Hoe voorkom je dat iemand asociaal parkeert daar? Dus op een gegeven moment parkeert iemand en nou, er is nog volop plaats, maar en een lampje kan branden, maar er kan geen, is geen plaats voor. Nee, dat voorkom ik niet. Dat voorkom ik absoluut niet. Ik kan dat ding wel zo intelligent maken dat hij inderdaad ziet dat mijn auto staat of dat hij dubbel geparkeerd staat en aangeeft, ja, er is hier inderdaad geen plek vrij. Maar ik voorkom niet dat mensen asociaal gaan parkeren. Daar kan ik niks aan doen. Met dit ding in ieder geval niet. Nee, andere vraag. Vraag je eigenlijk, dat is meer aan de gemeente dan. Het oude deel van het Witte Dorp is dus Rijksmonument. Geldt dat voor de weg niet? Kunnen daar wel technieken ingebouwd worden dat je het ziet? Want ik weet dat er toevallig de afvalcontainers en zo, daar mocht het bij de zijstraten wel, maar niet in het Witte Dorp zelf. Aan de gemeente. Ja. Oh, sorry. Dankjewel. ik durf daar niet met 100% zekerheid een antwoord op te geven, maar ik weet wel dat die commissie die daarover gaat, dat vrij ver bekijkt. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat ze dit niet mooi vinden, maar ik weet het niet. Nee. Andere vragen nog? Nee? Oké. Ja, dit is een heel bijzonder initiatief, dat zullen ze wel uitleggen, denk ik. Omdat er misschien mogelijk een vervolg meteen aan zit. En dat heeft niet eens zoveel te maken met parkeren, denk ik. Goedenavond, ik ben Martijn Veenstra en dit zijn Bram en Ineke. Wij zijn ook bezig geweest met dit project. Wij hebben ook eerst onderzoek gedaan. Dat onderzoek is hier uitgebeeld op deze poster. Zoals duidelijk wordt, er waren wat auto's verkeerd geparkeerd. En er waren ook nog wat plaatsen vrij, dus er is wel een klein probleem en de mensen vonden dat ook wel. Maar de mensen vonden het ook weer niet zo'n groot probleem dat ze er voor wilden betalen om parkeerplaatsen te krijgen. En u vond het ook niet zo'n groot probleem dat er echt parkeerplaatsen moesten worden gemaakt in plaats van andere plekken. Dus wij zijn gekeken en we dachten, ja, er is nu wel een probleem, maar als we dat nu gaan oplossen, dan is het, als we het probleem op gaan lossen zoals het er nu is, dat het een klein probleem is, dan hebben we wel een oplossing, maar die is misschien, over 2 jaar kan die dan gebruikt worden en dan is het probleem al veel groter. Dus wij zijn meer naar de toekomst gaan kijken. En hoe we het probleem op kunnen gaan lossen als er echt een probleem is dat er te veel auto's zijn die gewoon niet meer op de parkeerplaats krijgen, passen. En om dat probleem op te lossen zijn wij na gaan denken over eventuele alternatieven voor een auto. Dus toen zijn we onderzoek gaan doen waar wordt een auto nou eigenlijk voor gebruikt. Nou, één ding waar een auto heel veel voor wordt gebruikt is woon-werkverkeer. En daar is het ook een hele goede speler in, omdat je kan hem inrijden wanneer je wil en het is erg flexibel.
Maar er zijn ook veel mensen die een tweede auto hebben die niet speciaal wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer. Maar die wordt gebruikt voor de kinderen naar school brengen, boodschappen doen, klein transport van producten en mensen. Toen zijn we na gaan denken en om dat op te lossen kwamen wij eruit dat het een bakfiets dat eventueel wel zou kunnen vervangen. Bram, kan ik jou doorgeven over onze idee? Nou goed, we kwamen dus uit op de bakfiets. Een bakfiets heeft naast dat het minder gewoon parkeerplek kost, ook een aantal andere voordelen natuurlijk. Het is gezond en leuk om op te rijden. Er zijn een aantal mensen die het geprobeerd hebben en er zijn er erg over te spreken. Bijvoorbeeld deze bakfiets heeft ook de trapondersteuning, dus het rijdt eigenlijk veel soepeler dan een normale fiets. Eigenlijk een spartement, maar dan cooler, zeg maar. Nou, wij dat voor ons zien, niet iedereen moet zo'n bakfiets aanschaffen in één keer, want we moeten de drempel zo klein mogelijk houden. We willen natuurlijk een hele moeilijke gedragsverandering teweeg brengen. Mensen moeten een auto wegdoen, dat is heel eng voor de meeste mensen. Wij willen dus dat er een soort leenservice komt voor die bakfietsen. Je kan op de hoek van de straat kan je een bakfiets lenen. En daarmee rij je naar de supermarkt, ga je boodschappen doen, laat je de hele bak vol, alles kan erin. Ga je weer terug naar het huis, drop je de boodschappen en rij je de bakfiets weer in de stalling op de hoek van de straat. Je kan de volgende hem gebruiken voor hetzelfde taakje eigenlijk, zeg maar. Dat lenen moet ongeveer, een euro per ritje kosten. Dat is, drie keer de waarde van het plastic zakje wat je koopt in de Albert Heijn. Het kost eigenlijk niet zo heel veel, maar je hebt er toch wel heel erg voordeel van, zeg maar. We hebben een heel systeem eromheen bedacht van hoe zou dat kunnen bekostigen, wie zou dat kunnen regelen, wie zorgt dat de bakfietsen heel blijven, dat soort dingen allemaal. Misschien niet heel interessant nu. We zijn wel bezig met een pilot, ik zal Ineke daar op het woord geven. Dat is interessant voor u misschien. Nou, om te testen of dit natuurlijk wel, of dit wel echt werkt, of er wel animo is voor dit soort systemen, willen wij nu een pilot opzetten in het Witte Dorp. Met medewerking van de gemeente en met de Duurzaam Eindhoven, waarvan Hans hier staat. De bedoeling is dat we 5 bakfietsen voor een maand lang in het Witte Dorp neerzetten. Die toegankelijk zijn voor iedereen. Dit door middel van een sleutelkluis waarbij mensen die een klein formuliertje ondertekenen, dat ze daar goed mee omgaan en zo. Die krijgen toegang tot de code van deze sleutelkluis. En daarmee tot de sleutels van de bakfietsen. En zo zouden we dus de hele wijk een maand lang kunnen uitproberen of de bakfiets een goed alternatief is voor een tweede auto. En dit plan, daar zijn we nog mee bezig. We hebben een pilot, een begroting hebben we opgesteld. Die ligt nu in de handen van de gemeente. Dus dat is nog even afwachten of dat, hoe dat er komt. We hebben voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, we zouden graag even willen peilen wie dat wil of niet. Dit hangt helemaal los van deelname. Maar hebben we een klein formuliertje als u wil, als u geïnteresseerd bent, dat u misschien even kunt invullen. Dat wij kunnen kijken of er al interesse is voor deze pilot. Goed, dat was eigenlijk ons idee. Oh ja, sorry, heeft nog iemand een vraag of... Hebben jullie ook gekeken hoeveel mensen hun tweede auto voornamelijk voor boodschappen gebruiken? Of is daar een idee bij? We hebben een onderzoek gebruikt uit Londen eigenlijk. Daar was het 20% van de mensen die een auto gebruikt voor boodschappen. En nog eens 19% meen ik voor vervoeren van mensen, waaronder vooral kinderen naar school te brengen. We hebben zelf vragenlijsten verspreid hier in Nederland dan, om dat te peilen. En ik weet niet meer zo heel goed. Volgens mij ook zoiets, meer in ieder geval, meer als in Londen die daar... Het staat hier in ieder geval. Ik zal even... Ja, als het lukt. Ja, dat is ons verslag van het hele project met alle vindingen en zo die we gedaan hebben en hoe we uiteindelijk tot dit product gekomen zijn.
Dus voor de geïnteresseerden, die zouden nog dadelijk even langs kunnen komen om te kijken of we kunnen. Ik weet niet of we het mogen doormailen, maar. Ja. Hoeveel heb je het gevonden? Nee, dit staat er zo niet in, maar ik kon het zo niet vinden. Maar in ieder geval was 20% van de mensen die we hadden geïnterviewd. 20% van de mensen die we hadden geïnterviewd was wel, had wel in ieder geval interesse om een bakfiets te proberen als alternatief voor de tweede auto. Dus dat, ja, dat kan een aardige indicatie zijn in ieder geval. Ja, vanavond wordt de tweede proef op de som, hè? Of we hier ook 20% scoren. Hè? Dat is... Ja, even een hele praktische vraag. Ik heb hem zelf niet nodig, want ik doe mijn boodschap in Eindhoven op de fiets. Maar hoe parkeer je die zonder om te voorkomen dat hij gestolen wordt? Want waar kan je hem kwijt? Want als ik zie hoe weinig fietsparkeerruimte er zelfs is bij een bepaalde supermarkt en zo, is het niet handig. We hebben inderdaad nagedacht, er moet een soort speciale stalling komen bij de supermarkt en in de wijk, die het liefst helemaal afgeschermd is voor de buitenwereld. Hij is gewoon kostbaar inderdaad, dat is waar. Het mooie is wel dat je er als gebruiker zelf niet over na hoeft te denken. Dat moet degene die het implementeert doen, want je leent de bakfiets. Dus daar is op zich voor gebruiker weinig problemen mee. Maar we hebben wel over nagedacht dat het belangrijk is om te maken inderdaad, ja, klopt. Bij mij in het blok hebben ze toevallig 3 bakfietsen. Dus ik zie ook heel veel mensen, zie ik gewoon met boodschappen en kinderen wegbrengen. Dat gaat allemaal met de bakfiets. Maar de meeste daarvan hebben toch een tweede auto. Nou, die staat dan misschien 95% van de tijd toch gewoon voor de deur. Dus ja, of het echt dan alternatief is, dat is weer iets anders. Ze gebruiken hem voor het milieu, is het beter, dat klopt. Maar algemeen verder, weet ik niet. Klopt zeker. We hopen wel dat inderdaad dat het een beetje gaat veranderen. Dat mensen zien dat de tweede auto zoveel geld kost eigenlijk, terwijl die minder gebruikt wordt door zo'n alternatief. Dat mensen gaan overwegen om het niet meer te doen. Het is natuurlijk heel erg lastig om zoiets als een auto weg te doen te krijgen, zeg maar. Zo hopen eigenlijk dat dit een soort stap is in die richting. En niet de echte oplossing voor de meest geweldige oplossing uiteindelijk is, maar echt een goede stap in de richting, zeg maar. Dat is het idee. Sorry. En in hoeverre hebben jullie dit gerelateerd aan het principe deelauto? Want ja, we hebben de deelauto. Nou, dit is eigenlijk precies hetzelfde, alleen de deelfiets. Over de deelauto is heel veel onderzoek gedaan, ook naar de doelgroep. Wie maakt die keuze nou? Denk je dat dat voor de fiets dezelfde doelgroep is? Het verschil met de deelauto is volgens ons dat de auto vaak gebruikt wordt voor de langere afstand. En wij echt voor de korte afstand in de stad, zeg maar. Dat is het grote verschil. In de fiets is in de stad gewoon sneller en makkelijker eigenlijk dan een auto. Dus de deelauto, kan ik me voorstellen dat hij de hele dag weg is. Dat iemand ergens naar Groningen toe rijdt en dan weer terugkomt. En dat hij daarvoor de deelauto pakt. Maar de fiets juist gebruikt voor de kleine ritjes in de stad en de supermarkt en weer terug. Het is net iets andere doelgroep inderdaad. Maar we hadden ook zelf bedacht, een deelauto, de Green Wheels, worden door de NS aangeboden. En wij ook hoopten dat de NS zoiets op zou pikken als de bakfiets, als lane service. Omdat die daar baat bij hebben. Ze krijgen een betere reclame. De NS komt ook echt in de straat, zeg maar, kijken. En de OV-chipkaart zou bijvoorbeeld een mooi betaalmiddel zijn al voor zo'n dergelijke service. Maar denk je niet dat het daar juist kan werken in doelgroep? Dat het wel diezelfde doelgroep is, die dus die auto voor die lange afstand gebruikt en die fiets voor die kleine afstand. Ja, sowieso zijn er natuurlijk de mensen die gewend zijn om bijvoorbeeld een auto te delen al veel sneller geneigd om ook zo'n bakfiets een keer te pakken. Maar het wat ik eigenlijk wil zeggen dat het doel van de bakfiets en de auto iets verschillend is. Maar inderdaad, het zal in de eerste instantie zeker dezelfde doelgroep ongeveer zijn, want die zijn het al een beetje gewend, ja. Flauwe vraag, maar heb je ze ook in het wit? Is ooit een idee gelanceerd over witte fietsen? Een tijdje geleden, maar... Sorry. Ja, je flauwe opmerking. Je hebt hier nu in ieder geval geen rijbewijs nodig voor een deelfiets. Ook dat. Ja, misschien moet je even een kleine toelichting. Ik werd heel kort geïntroduceerd al. Mijn naam is Hans de Beul. Ik ben duurzaamheidsmakelaar bij de Stichting Duurzaam Eindhoven. En wij houden ons bezig met allerlei duurzame initiatieven in de stad. We hebben in november zelf een Pak die Bak actie gehouden.
waarin 10 bekende Eindhovenaren een week lang de auto hebben weggezet en een bakfiets hebben gebruikt. En dat was net een week dat het enorm begon te sneeuwen en ijskoud was. Dat was perfecte timing. En desondanks hebben ze dus toch allemaal de auto een week laten staan en de bakfiets genomen. Er werden wat getallen genoemd al. En daar kan ik wel even een toevoeging op geven. Ik heb ook wat studie gedaan en is gewoon heel simpel over het internet gedaan. Een tweede auto wordt in 2/3 van de gevallen gewoon gebruikt op korte ritjes. En er zijn korte ritjes 5-6 kilometer. En daar heb je een heel goed alternatief voor. En die staat daar. En jullie pleiten ervoor, of pleiten ervoor, dat is wat zwaar woord, maar om de tweede auto weg te doen en een bakfiets aan te schaffen. Er is een overgangsvorm en dat je zegt van, ik hou die tweede auto nog even aan, maar als het mogelijk is en ik maak die korte ritjes, dan pak je een bakfiets. Ik heb toen ook wat getallen opgesnorkeld. We kennen allemaal de begrippen de euro en de portemonnee. Die kleine autootjes die zijn heel zuinig, maar dit alternatief is nog veel zuiniger. Het is een elektrische ondersteuning. En voor 15 kilometer rijden met een kleine auto kun je 3000 kilometer rijden met zo'n bakfiets. Wat jullie niet, en want ik heb jullie al een paar keer aangehoord, wat jullie niet hebben verteld, is dat een bakfiets, je kunt 5 bakfietsen stallen op 1 parkeerplaats van een auto. Er zijn allerlei technieken zijn er al voorhanden in de stad Eindhoven, in de gemeente Eindhoven. En dat is, we hebben allemaal een stadspas. En ik ga niet alvast vooruit lopen, maar ik wil ook weer iets verkopen. We hebben allemaal een stadspas. We hebben allemaal, we kennen allemaal die lelijke bakken die in de stad staan, waar je je fiets in kunt parkeren. Wat let de gemeente en wat let ons allemaal om 5 van die bakken in het Witte Dorp te plaatsen met zo'n stadspas. En je kunt gewoon het voorwiel van die bakfiets parkeren in zo'n bak. En dan kun je dus in ieder geval kijken in een maand tijd of 2 maanden tijd of het echt voordelen oplevert, zo'n bakfiets. Nou, ik spreek uit eigen ervaring. Ik heb al 2,5 jaar een bakfiets zonder elektrische ondersteuning. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Ik heb er ook op gefietst. Het is heerlijk. Maar het werkt gewoon echt perfect. Ik doe de boodschappen mee. Net werd er een vraag gesteld over parkeerproblematieken van bakfietsen bij de supermarkt. Ik sta nog gewoon voor de deur. En er staan er 2-3 bakfietsen staan er nog naast. Niks aan het handje. Kinderen meteen van de bakfiets in de supermarkt. Boodschappen andersom. Het is gewoon echt heerlijk. Ik doe bij deze ook een soort van moreel appel. Het heeft ook met milieu te maken. Het is gewoon superzuinig. En je bent voor jezelf bezig, hè, lichamelijk. Je hebt minder uitstoot. En voor korte ritjes, het is niet altijd een alternatief voor de tweede auto. Maar vaak wel, in 2/3 van de gevallen wel. En dan hebben we nog een veel gehoord argument om niet te gaan fietsen. Het regent altijd in Nederland. Nou, ik wilde jullie allemaal verwijzen naar een website. En die heet hetregentbijnanooit.nl. En daar is iemand die heeft al jaren dag, houdt hij dus, die rijdt geloof ik 15 kilometer of 20 kilometer naar zijn werk. Doet hij al jaren dag, die heeft statistieken bijgehouden en die wordt op een jaar tijd 10 keer nat van de regen. Van het zweet weet ik niet, maar van 10 keer wordt hij nat in een heel jaar tijd. Dus dat argument is ook weggenomen. En dan geef ik verder het woord weer aan Kees. Als er nog vragen zijn aan mij, ik blijf er nog even. We gaan straks nog eventjes napraten hier, maar ik stel voor dat we de ronde even afmaken. Wie zijn... Oh jij, sorry. Er hangt nog iets aan uw tas, mevrouw. Mevrouw. Oh, ik kom maar even staan. Ja. Sorry. Dank u. Ja, goedenavond. Ik ben Martijn. Ik ben de derdejaarsstudent die dit project een half jaar lang gedaan heeft. En zoals eigenlijk al een beetje naar voren kwam uit de andere projecten, naarmate het onderzoek, heb ik me gefocust voornamelijk op de efficiëntie van het parkeren. En dan voornamelijk over het bewust worden van vrije parkeerplek. Voor mijzelf wou ik graag een fysiek object ontwerpen, maar dat is puur vanwege persoonlijke ontwikkelingsdoelen binnen de opleiding, zeg maar, wat ik moest doen. En daarvoor ben ik gaan kijken allereerst naar de architectuur van het dorp. Dus hoe kan ik ook met het zicht op bijvoorbeeld het behoud van straatbeeld een object maken wat zo goed mogelijk aansluit bij de architectuur van het dorp op dit moment. Dus ook met het oog op de monumentenstatus. Hoe maak ik iets wat aansluit bij de architectuurlijnen die Dudok eerder uitgezet heeft. Daarvoor ben ik heel veel gaan schetsen. En uiteindelijk ook gaan kijken van welke objecten binnen het straatbeeld kun je daarvoor gebruiken. Lantaarnpalen, stoep, wegdek, wat wil je. En ook gaan kijken wat dan de grootste invloed heeft op het
verandering van dat straatbeeld. Waar ik uiteindelijk op uit ben gekomen is een verkeerspaaltje, dus wat je op de hoek van de straat als het ware ziet. Wat met behulp van licht een indicatie geeft over de hoeveelheid parkeergelegenheid in de gegeven straat waar die dus naartoe wijst. Ik heb gekozen voor licht omdat dat in deze zin een niet permanente oplossing is. Dus het is ook niet iets wat continu aanwezig hoeft te zijn. En het paaltje ook omdat zijn primaire functie al is het fout parkeren tegengaan. En ook de locatie dat het vaak op hoeken is aangelegen. Het idee is dat de binnenkant van de pijl geeft aan de parkeergelegenheid in de straat waar die naartoe wijst. De pijlen wijzen allemaal dezelfde kant op, maar net van welke kant je komt. Elke straat krijgt een andere kleur, dat kom ik later nog op. En de buitenkant is de aangelegen straat. Dus stel jij gaat de straat in, welke straten grenzen daar aan het uiteinde aan en hoe groot is de parkeergelegenheid daar gemiddeld. Dus als jij op een kruisje aankomt, bijvoorbeeld zoals daar, kun jij al een soort plan voor jezelf schetsen van hoe kan ik een parkeerplek zo dicht mogelijk bij mijn huis vinden. Daar los van, want dit lost niet specifiek het parkeerprobleem op, het is meer een soort tool om een vrije parkeerplaats te vinden of het efficiënter te doen of sneller een parkeerplek of dichter bij je huis. Daar los van heb ik, dat is vrij conceptueel nog, een soort vergunningssysteem waardoor de beschikbare hoeveelheid parkeergelegenheid op dit moment wordt onderverdeeld in variabele parkeerplek en persoonlijke parkeerplek, waardoor elk huishouden als het ware één vaste parkeerplek krijgt. Zodat iedereen zijn eerste auto op dat moment kwijt kan. En de overige parkeergelegenheid wordt variabel. Dan krijg je een soort vergunningssysteem. Wat mogelijk ook met behulp van licht in de auto de bestuurder moet proberen te beïnvloeden om zijn auto op de juiste parkeerplaats te parkeren. Dus stel jij parkeert jouw tweede auto op de plek van de buurman. Dat deze dan een soort lichtsignaal geeft en jou zegt van probeer hem elders te parkeren. En anders dat lichtsignaal aan buurtbewoners aangeeft van hij heeft zijn auto verkeerd geparkeerd. Dus ook een stukje sociale controle van de buurman heeft hem verkeerd geparkeerd. En dat ook samen op die manier een soort leefbare omgeving blijft bouwen. Ja, dat was het eigenlijk verder wel. Zijn er vragen? Iemand? Nee? Ik kom wel heel dichtbij volgens mij. Nee, maar goed, misschien is dat een leuk bruggetje naar de laatste oplossing. Die gaat echt over mentaliteit. Jullie zijn met z'n drieën? Ja, één kon ons naam niet bij zijn. Stel je. Oké, hallo. Wij zijn inderdaad met z'n drieën. Ik ben Sjors, Cyril en Mark. En wij zijn uiteindelijk gekomen met een forum, een online community. Maar ik denk dat het belangrijk is om even de achtergrond hiervan te vertellen. En daarom doe ik dat ook. Dus wij zijn de wijk ingegaan toen wij dit project hebben gekregen. En wij zijn gaan kijken wat er nou echt speelt in deze wijk. We zijn het gesprek aangegaan met de mensen. En we zijn er al snel achter gekomen dat er een goede gemeenschap is hier zo. De mensen kennen elkaar. En er zijn organisaties. Eigenlijk gewoon een goede samenhorigheid in deze wijk. Maar we zijn ook vragen gaan stellen over parkeren. En bij het begin zeggen veel mensen, ja, parkeren gaat altijd wel goed. Maar dan ga je het gesprek verder met het gesprek, dan zeggen de mensen, ja, eigenlijk irriteer ik me daar wel aan. En die mensen die zetten de auto altijd zo neer en daar staat al lang een bouwketen op de parkeerplaats. Zulke dingen kwamen erachter en wij zagen ook in de straten zelf, dat de mensen, sommige mensen zijn ook gewoon lui. En bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven. Deze auto behoort tot dit huis. Die komt in de straat in rijden. Die wil naar huis en die ziet hier geen parkeerplaats. Dus die zet zijn auto hier op de stoep. Maar hij had hem ook veel makkelijker hier kunnen zetten. Maar het gebeurt toch erg vaak dat de mensen gewoon zo dicht mogelijk bij huis parkeren en op de stoep zetten. Andere mensen die parkeren hun auto zo dat ze twee plekken innemen. Die parkeren ook zo dicht mogelijk bij huis, maar die kijken niet of dat er nog andere auto's bij kunnen. Dit zijn sommige mensen. Ik spreek niemand aan hier zo. Maar goed, de saamhorigheid die in dit dorp leeft, zien wij niet terug in het parkeren van de auto's.
En daarom zijn wij met een idee gekomen waarbij we het gedrag willen veranderen van de mensen in dit dorp. Dus dit is eigenlijk met een oog op de toekomst. Door het gedrag te veranderen zullen de mensen efficiënter gaan parkeren. En het past gewoon, dat blijkt nu ook, het past gewoon. Er zijn genoeg parkeerplaatsen voor de auto's. Alleen de mensen moet gewoon efficiënter geparkeerd worden. Om dit gedrag te veranderen, hebben wij parkerenwittedorp.com opgericht. En Parkeren Witte Dorp is een site, een forum, waarop de mensen kunnen discussiëren, oplossingen aan kunnen bieden. Kunnen overleggen over de parkeersituaties en dergelijke. Maar er kunnen ook algemene gesprekken, die kunnen ook gebeuren op die site. Maar het parkeren staat centraal. En omdat het parkeren centraal staat op die site, hopen wij eigenlijk ook gewoon aandacht te geven aan het parkeren hier zo. En door die aandacht denken wij al dat veel mensen zich bewust worden van het parkeren en hun auto gewoon beter wegzetten en twee keer nadenken voordat ze de auto wegzetten. Het is misschien niet aantrekkelijk om naar die site te gaan, dus het is ook nog maar een prototype en wij denken dat er nog wel veel opties zijn om die site toch wel aantrekkelijk te maken en dat kan gedaan worden door een spelletje toe te voegen voor de kinderen, dat de kinderen ook gaan kijken en zeggen, pa, ma, ik heb op de site gekeken en ik heb gezien wat nou fout geparkeerde auto's zijn en jullie auto staat ook verkeerd. Dus ook de invloed van de kinderen zal ook kunnen gaan spelen via deze site. Een wall of fame / shame kan toegevoegd worden. dit is een idee, maar toch zal het, als er foto's worden gemaakt van de auto's die niet goed geparkeerd staan, zullen mensen toch denken, nou zal ik er ook op staan, want ik heb mijn auto pas ook verkeerd neergezet. Zullen ze mij, zullen ze een foto hebben gemaakt, dan zal ik er ook op staan. En toch, ja. 2 maanden bovenaan staat, dan moet je buiten rijden. Zoiets inderdaad. Maar daar moeten we nog over nadenken, want ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Maar goed, bij ons stond dus het gedrag veranderen centraal en door middel van het gedrag veranderen dachten wij een toekomstgericht, toekomstgericht het probleem op te lossen. Dit was eigenlijk wat ik jullie duidelijk wilde maken. Hij is inderdaad al in de lucht. Hij is al in de lucht. Hij is inderdaad al in de lucht. Hier kunnen we niet zien hoeveel erop wordt gekeken. Het forum wordt wel bekeken. We hebben bij alle mensen in het Witte Dorp hebben we een briefje in de bus gedaan. Dat hebben jullie denk ik ook wel gezien. Dat hoop ik. Echt animo. Ik vind niet dat. vind ik nog niet heel erg goed. Maar hij wordt wel bekeken, de site. Dus de aandacht is er wel voor de parkeerkwestie. Heb je ook naar de tips gekeken? Ja, daar hebben we naar gekeken. We hebben gekeken. We hebben een onderwerp op het forum. En daar kunnen de mensen tips geven over wat er nog moet gebeuren aan het forum. Het is nog een prototype. En het echte. Het product zou eigenlijk iets moeten zijn als Facebook, een veel gebruiksvriendelijkere omgeving waar de mensen hun ideeën kunnen spuien en kunnen discussiëren. Want een forum is toch niet voor iedereen zo toegankelijk hier in het Witte Dorp. Maar inderdaad, de gebruiksvriendelijkheid mag beter, daar zijn wij het over eens ook. Ik ben het ermee eens dat ik denk het grootste probleem is inderdaad de mentaliteit. En misschien is het een simpele oplossing, maar de auto's, er zijn een heleboel, je hebt kleinere en grotere. Als er een grotere staat en komt de kleinere in, dan heb je al 1,5 meter ertussenin. Makkelijkste zou ik zeggen, maar dat moeten de bewoners dan samen afspreken, dat je bij wijze van spreken in één vak
vooraan beginnen ze aan te sluiten met de kleine en achteraan de grote. En dan in het midden krijg je dan een grote of een kleine, maar dan is er nooit meer, dan heb je de maximale efficiëntie uit zo'n vak, zou ik zeggen. Maar ja. Ja, zo'n idee kan ook op het forum geplaatst worden door de inwoners zelf. Maar de haalbaarheid van zo'n idee zal toch al snel gecoördineerd moeten worden door bijvoorbeeld dynamische markeringen van de parkeerplekken en dergelijke. Dus het is een idee. Maar wel een heel ander idee dan dit. Ik hoor het hier bij deze presentatie of bij anderen. Heel vaak komt dat terug dat de parkeerplaatsen ook gemarkeerd moeten worden. Vraag ik me trouwens toch af dat wordt bij ons in de straat dus een nieuw profiel aangelegd. Prachtig allemaal. Dan zie je ook dat het heel netjes aangegeven is waar je kunt parkeren. Maar er wordt heel erg inefficiënt of onefficiënt mee omgegaan. Dus dat betekent toch dat je toch iets aan die parkeerplaatsen zelf moet doen. Om duidelijk te maken waar jouw auto moet komen te staan. Dat zou denk ik wel heel veel winst opleveren. En dat gebeurt dus niet. Ik merk het aan een paar presentaties dat het heel belangrijk is. Maar we doen het dus niet. Dus dat zou een begin kunnen zijn om ons te helpen om fatsoenlijk te parkeren. Ja klopt. Ik geef u daar ook groot gelijk in. Dat hebben wij ook gezien. De inefficiëntie die hier gaande is omtrent het parkeren. Door de gewaarwording van het probleem daarvan hopen wij dit al op te lossen. En er zijn mensen die dat niet doorhebben, dat ze zo inefficiënt parkeren. Maar er zijn ook mensen die het natuurlijk helemaal niet uitmaakt dat ze zo parkeren. En die mensen moeten eigenlijk aangesproken worden. Ja, we hebben het anders gehoord inderdaad, meneer. Ik kan het minder net zeggen, maar dat ga ik niet doen. Maar misschien wilt u het zeggen? Nee. Het is niet alleen onbedachtzaamheid van dat er zo asociaal tussen aanhalingstekens geparkeerd wordt. Op het moment als één auto heel slecht gaat staan, dan gaan andere auto's, die sluiten daarop aan. Op het moment als die auto, die eigenlijk heel erg verkeerd staat, als die dan weggaat, nou, dan staat de rest allemaal hartstikke asociaal. Althans, die kans bestaat en die is heel groot. Dus het is vaak niet onbedachtzaamheid. Dus zou ik me aansluiten bij wat Wim net zei, dat bij de Peters Donderstraat gewoon vakken moeten komen, net als in de Odulverstraat en in de Burgstraat. Want dan kun je mensen erop aanspreken als zij buiten de vakken komen. Je verliest er wel iets ruimte mee, doordat een kleine auto dan meer ruimte inneemt. Maar we kunnen elkaar er wel op aanspreken en dat kunnen we nu in de Peters Donderstraat niet. Oké, maar dan praat je over een stukje nieuwe inrichting, hè? Wat er nu net is aangelegd. Maar je hebt wel gelijk. We hebben ooit gezegd, toen met de Dulfstad hebben we zelf de tekening gemaakt. De huizen zijn 6 meter breed verkaveld. En ook gezegd, voor elk huis komt 1 parkeerplaats en 1 boom of 1 lantaarnpaal. En die staan dan op de erfgrens. En dat is eigenlijk de basis geweest voor de inrichting van de Dulfstad. Dat moet je soms wel een beetje manoeuvreren. Kost misschien wat meer banden, maar het ziet er allemaal erg geordend uit. Ja. Maar goed. Klopt. Nee, maar daarom heeft hij denk ik helemaal gelijk met ja, precies. Ja. Maar ik heb eigenlijk nog een vraag aan jullie, want ik heb jullie plannen mogen volgen en jullie presentaties. En ik vond op de eerste plaats dit wat ik afgelopen vrijdag zag zo rijk geworden de laatste 3 weken. Dat ik denk het is zeer de moeite waard om dit zo, zeker met City TV erbij, te presenteren. Omdat het rijk en gevarieerd is. Maar bij jullie presentatie was het zo dat jullie gewerkt hebben aan efficiëntie, zeg maar. Dus wat er op dit moment speelt. Maar de vraag in de midterm was ook van, denk eens verder in de toekomst, wat ga je doen op het moment die capaciteit, die efficiëntieslag al gemaakt is. Hè? Dus die laatste 10% heb je bereikt, die winst heb je binnen. Wat doe je daarna? Hebben jullie daar nog over nagedacht of zeg je, die mentaliteit moet maar een bijdrage aan leveren?
Wij denken al een heel stuk te komen inderdaad met die mentaliteitsverandering. Het parkeren, ja, door mensen gaan nadenken over het parkeren en zullen sneller denken van ja, het is nou vol, als ik nou een auto aanschaf, krijg ik gewoon krijg problemen met mijn medebewoners. Misschien ga, ja, dat zou kunnen gebeuren. Dit moet uitwijzen, ja, dit moet duidelijk worden in de toekomst. En er is altijd nog een mogelijkheid om dit in combinatie met een ander idee te doen, bijvoorbeeld. Ja, we kunnen dit onderdeel nu afsluiten. Dan hebben jullie allemaal de presentaties gezien. We kunnen nu daarover nog eventjes van gedachten wisselen. Dus ik stel voor dat we hier allemaal een krukje pakken. Even lekker gaan zitten. Ja, kan ook, mag ook. Zo'n beetje zo'n kringgesprek, hè? Wat ze op deze school wel vaker doen. Ja. Nou, het hoeft niet lang te zijn hoor, maar... Ik stel voor dat we gewoon in een kringetje gaan zitten, waarom niet eigenlijk, hè? Ja, het idee is dat we... Een heleboel mensen willen misschien nog wat detailvragen stellen aan de studenten. Maar misschien is het toch even goed om dit eerste moment na afloop te benutten om met elkaar nog even van gedachten te wisselen. Want deze avond is vooral bedoeld om dit materiaal te presenteren. En eventjes te laten bezinken. Er komt een follow-up. Het idee is ook, het verhaal van mentaliteit is eigenlijk misschien het belangrijkste. Het is ook de afsluiting wel, maar het gaat om dat als wij... een parkeervraagstuk ervaren in de wijk, ook al is het misschien op dit moment nog niet zo hevig als we in aanvankelijk hebben vermoed, maar dan toch zien we aankomen dat het in de nabije toekomst wel zo het geval zal zijn. Deze mensen zijn ja, nu 25 jaar, zeg maar. Over 5 jaar hebben ze ook de leeftijd bereikt dat ze een huis kopen, kunnen kopen in het Witte Dorp. Niet dat ze het doen hoor, maar ik zie heel veel jonge mensen, ik heb een tijdje geleden dat allemaal gezien, jonge gezinnen, die allemaal met zo'nzelfde vraagstuk komen. Zij hebben daar hun ideeën over geventileerd. Maar het idee is, de vraag is eigenlijk hoe wij daar als buurt op zouden kunnen reageren. Ja. Misschien nog iets bij je zeggen. Ja, zoals ik al eerder vanavond had gezegd, is de bedoeling van de projecten van de studenten van Industrial Design in Eindhoven dat ze in ieder geval de gebruikers in het ontwerpproces betrekken om te zorgen dat de oplossingen ook geaccepteerd worden door de mensen, dat het zinvolle oplossingen zijn. Dat is in dit project... niet altijd heel makkelijk geweest om de mensen erbij te betrekken. En het idee was ook dat deze presentatie voor een deel ook gold om juist de terugmelding te krijgen vanuit de mensen voor wie de oplossingen bedoeld zijn. Ik ben blij dat er al heel wat discussie is geweest tijdens de afzonderlijke presentaties. Wij brengen de studenten ook altijd bij, als je nou concepten hebt, een paar ideeën, pas dan eens een keer de zogenaamde kill your darlings methode toe. Kill your darlings. Help je lievelingetjes om zeep. En uiteraard is dat natuurlijk ook de vraag dan aan de mensen voor wie ontworpen wordt. Wees nou eens sceptisch. Zeg nou eens een keer tegen de studenten van, ja, maar dit gaat natuurlijk niet werken, want we hebben daar al een paar aanzetten toe gehad. Maar daarmee kun je dus de concepten sterker maken. En ik denk dat vanavond heel duidelijk was dat er een aantal concepten in beginsel interessant zijn, maar dat wel nog een zogenaamde reality check gedaan moet worden. Gaat het ook wel werken in realiteit? Hoe als dit en wat als dat? Dus als daar nog meer ideeën over zijn, dan is dat denk ik een hele goede start om de studenten van feedback te voorzien en misschien ook de discussie aan de gang te krijgen. Dus ik weet niet of iemand daar iets over wil zeggen in de zin van, ja, ik heb dat gezien en volgens mij gaat dat nooit werken. Wie mag ik daarover het woord geven? Ja. Met alle respect voor de verschillende oplossingen die we gezien hebben voor die studenten. Ik vind het, ze hebben er gewoon heel lekker aan gewerkt, dat kun je zien. Maar voordat je probleemoplossingen gaat bedenken, dan moet je eerst een heel duidelijk geformuleerde probleemstelling hebben. En die probleemstelling die komt voort uit een analyse, ja, die op de een of andere manier heel duidelijk op papier staat. En die komt voort uit een oriëntatie op een probleem. Daar begint het mee. Ja? Wat we hier gezien hebben, dat zijn alleen probleemoplossingen. En ik vind het heel gevaarlijk
om ons hierop te fixeren. Ik heb heel veel behoefte om te weten wat de probleemstelling is geweest waarmee die studenten aan de gang zijn gegaan. Als ik als voorbeeld van het laatste groepje, met alle respect nogmaals, zie van, nou, wij hebben een probleemoplossing. En een probleemoplossing voor de mentaliteitsstoornis die er is in het Witte Dorp. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Dus moeten we ons daar dan druk over gaan maken? Ik denk dat we voordat we aan een probleemoplossing denken, dat we eerst de probleemstelling helder moeten hebben. Ja, dank voor uw bijdrage. Het project is in september begonnen. En wat de studenten in de eerste maand hebben gedaan is onderzoek in de wijk. Interviews, tellingen, surveys en dergelijke. Daar hebben ze vanavond niet over gerapporteerd, maar die informatie is er in ieder geval. En die was precies bedoeld om een beter zicht te krijgen op wat de problematiek nu eigenlijk is. Ik weet niet of dat uw vraag voor een deel al beantwoord. Nee. In de oplossingen zie ik niet een helder geformuleerd probleemstelling. Dus ik zou ook graag een probleemstelling in werkwoorden willen hebben en probleemoplossingen in zelfstandige naamwoorden. Ja, ja. Probeer papier hier te omschrijven. Wat is het probleem? Ja. Dat heb ik nergens gehoord. Die kan ik ook niet destilleren uit de probleemoplossingen die ik zie. Nee. Kees, wil jij daar iets over zeggen? Nou, de probleemstelling is in die zin wel aangegeven, dat is de stand van zaken van het onderzoek dat wij zelf zijn gestart. Leon zit hier nog, Huip net weg, maar goed. Wij hebben zelf vanuit een werkgroepje in de wijk wel onderzoek gedaan van tevoren. We hebben enquêtes gehouden, ook van tevoren al. Het project loopt eigenlijk al een jaar of drie. En is begonnen op een avond dat we notabene over verlichting spraken, over het verdubbelen van het aantal lichtmasten. Toen ging het helemaal niet over lichtmasten, maar toen constateerde iedereen dat er een parkeerprobleem was op die avond. En nu is die groep automatisch geformeerd. En dat is 3 jaar geleden ongeveer. Nou, dit is het resultaat van deze stap. En we hebben de afgelopen 2 jaar wel degelijk onderzoek gedaan. En tabellen gemaakt en onderzoeksresultaten. Maar dat is maar, ja. Het is misschien niet wetenschappelijk, laat ik het zo zeggen. Er is wel een behoorlijk aantal responsen gekomen. Maar het is misschien niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar dat was ook niet de vraagstelling aan de TU. In dit geval was de vraagstelling aan de TU vooral om vanuit deze generatie jonge mensen, 25 jaar, out of the box, met hoofdletters, ideeën te krijgen over hoe je dit parkeervraagstuk waar zij in de toekomst mee geconfronteerd gaan worden. Een denkbeeldig parkeervraagstuk, het is er misschien nu nog niet, maar hoe zouden zij dat willen aanpakken, out of the box. Dus dat is eigenlijk een beetje een hele open vraagstelling. Geen gedegen analyse eraan voorafgaand, die was er wel, althans we hadden een eigen analyse, maar het was meer gewoon fris kijken vanuit de nieuwe generatie naar dat parkeervraagstuk. Dat is eigenlijk de context geweest. Ik betreur dat juist op het thema waar je wetenschappelijk onderzoek verwacht. Dat is weinig. Niet even of erbij gaan staan. Of, ja. Nee, ik ben zo klaar. Ik betreur het gewoon dat op het TU, waar wetenschappelijk onderzoek toch een hele belangrijke component is van de studie, dat daar zo weinig rekening mee wordt gehouden. Of dat het een beetje wordt ondergesneeuwd. En een tweede opmerking wil ik eigenlijk naar Kees maken. Ik was de voorgaande keer, toen er een informatieavond was over het parkeren, hoorde ik mensen zeggen van, jongens, zijn we niet bezig om, is er überhaupt wel een probleem? En als er geen probleem is, zijn we daar niet bezig om een probleem te maken? En daar wil ik nog even naar memoreren. Ik heb daar nooit geen antwoord op gehad namelijk. Ik wil nog even op reageren dan. Natuurlijk is de wetenschappelijke fundering van het werk erg belangrijk. Maar ik wil daarbij wel zeggen, kanttekening maken, dat wat dit project betreft de activiteit van de studenten onderdeel is van een leertraject. Dus ze moeten leren om zaken wetenschappelijk aan te pakken. Als we echt de opdracht hadden gekregen om wetenschappelijk onderzoek te doen, dan hadden we het niet met eerstejaars aangepakt. Of dan hadden we tegen de eerstejaars gezegd, je moet het zo doen. Wat we nu tegen de studenten zelf zeggen is, ga maar eens aan de slag. En dan geven wij wel advies, maar het is uiteindelijk toch de verantwoordelijkheid van de studenten zelf om het aan te pakken zoals zij denken dat het moet. Want we leren lopen door vallen en opstaan. En dat is wat de studenten hier ook leren. Daar heb ik het voor.
Tweede punt is, Kees verwees eventjes naar onderzoek dat er al gedaan is. Onze studenten hebben dus wel zelf onderzoek gedaan. En daaruit bleek dat, dat er een nuancering nodig was ten aanzien van de resultaten die er al lagen. Zowel ten aanzien van het aantal parkeerplaatsen bijvoorbeeld dat er in de wijk is. Is er echt een probleem? Nou, het bleek dus dat er op het moment nog eigenlijk voldoende parkeerruimte is. Is alleen niet goed verdeeld over de wijk. Kees verwijst uiteraard naar de situatie over 5 of over 10 jaar. Dan hebben we weer een andere situatie. Dus het onderzoek dat de studenten hebben gedaan heeft wel geleid tot nuancering van het probleem. Het gaat natuurlijk niet zozeer alleen over het probleem, maar ook over het waargenomen probleem. Nou, daar hebben de studenten ook naar gekeken. Dus om te zeggen van dit is wetenschappelijk absoluut onzin, daar ben ik niet helemaal mee eens. Maar als we de opdracht hadden gekregen om wetenschappelijk onderzoek te doen, dan waren er waarschijnlijk nog andere uitkomsten geweest. Wat ik daar nog wil bijzeggen ook is, we hebben die resultaten van die onderzoeken die de studenten hebben gedaan vanavond niet gepresenteerd. Zoals het nu is, zijn die ook nog verdeeld over de rapporten van de verschillende groepjes. Wat ik zelf interessant zou vinden, maar dat is natuurlijk een kwestie van tijd en tijd is een kwestie van beschikbare mankracht, is om die verschillende onderzoeken te integreren tot één boekje waarin je zegt van kijk eens, hier staan nou de onderzoeksresultaten en dit zijn dan mogelijke oplossingen om daarmee om te gaan. Nou, of dat ervan gaat komen, dat weet ik niet. Dat zou iets kunnen zijn voor de volgende fase, maar in ieder geval is het ook een kwestie van beschikbare mankracht. Dus ik hoop dat ik daarmee voor een deel... Dankjewel. Ja. Blijf ik het jammer vinden dat er hier probleemoplossingen worden gepresenteerd en dat er zo ver op door wordt gegaan en al aan uitwerkingen wordt gedacht. En ik heb het woord pilots heb ik al gehoord. Ik denk dat dat een beetje te vroeg is om dat te doen. In het vervolgtraject zullen we zeker proberen om de wijk er weer bij te betrekken. En ik kan me voorstellen dat dat door middel van een paar bijeenkomsten is. Misschien in de avond waar een aantal van de mensen die hier aanwezig zijn ook weer bij betrokken zijn. Dus ik wil die daar bij deze ook voor uitnodigen. Om dan de studenten ook van weerwoord te dienen. Te zeggen van ja, je roept nu wel dit, maar heb je daaraan gedacht? Dus u bent welkom. Goed, nog meer reacties. Bij jou. Oh, ik dacht dat ik iemand enthousiast hoorde roepen. Ja. Parkeerkelder onder het plein. Ja, dat kan ook, ja. Ja, misschien Fiona, heb jij nog de behoefte om te reageren? Want jij bent onze, ik wil niet zeggen eerder gast, maar je bent wel de gemeente. Je vertegenwoordigt een beetje de gemeentes samen. Ja. Nou, ik vind het hartstikke leuk wat we hier vanavond gezien hebben. En dan met name ook dat er een aantal pijlers eigenlijk zijn uitgedacht. Ik heb iets gezien over capaciteitsuitbreiding in een garage verder weggelegen. Ik heb iets gezien over betere benutting en over gedragsbeïnvloeding. En dat zijn eigenlijk toch wel 3 pijlers waarop die het samen moeten maken. Dus wat dat betreft vond ik het heel interessant om te zien. En qua haalbaarheid de een iets haalbaarder dan de ander. En dat zullen we in een latere fase moeten zien. Maar is dit materiaal waar wij vanuit een buurt op kunnen reageren? Kunnen we hier iets mee? Wat is jullie eerste indruk zo? Het is natuurlijk even, je bent overdonderd door allerlei ideeën en gedachten. En ja, wij hebben er wat langer over na kunnen denken in ons werkgroepje, maar ook niet veel meer. Ja? Het schiet me net te binnen, maar het zijn natuurlijk hele leuke dingen die, waarvan je denkt van nou, dat kleurt de wijk, dat helpt ons, dat draagt allemaal bij tot duidelijkheid namens in van parkeren. Maar de basis is toch een beetje, en dat klinkt een beetje zuur, maar zo bedoel ik dat niet, dat er toch ook een stukje handhaving bij moet komen. Dat is altijd het vervelende van alles, maar dat moet het vanavond niet echt de hoofdmoot zijn, maar het heeft er toch wel mee te maken. Kijk, als je een aantal zaken hoort van mensen die dan, we noemen het asociaal parkeren of hoe dan ook, die gewoon niet goed met de regels omgaan, dan kun je elkaar bewust maken dat je dit goed moet doen en een site ontwerpen. Maar er zit ook altijd toch handhaving onder en dat mis ik ook in onze wijk. Daar zie je dingen waar denk ik, nou,
Dat hoort helemaal niet. En dan zou een geuniformeerd iemand even langs moeten rijden en daar een klein plaatje onder die richting wij aan die ruitenwissel moeten doen. Zo simpel is het ook wel eens. En denk van ja, dat is iets wat toch ook een beetje erbij hoort, denk ik. Maar dat is een beetje zuur einde, zo bedoel ik het niet. Maar het hoort wel een beetje. We zijn ooit begonnen met een schilderbeurt, daar denk ik nou ineens aan. En toen hebben wij een prijsvraag opgetuigd, dat was in 86 geloof ik, waarbij we alle voordeuren hebben gefotografeerd en daar het huisnummer bij weggelakt. En toen hadden we een feestje op het Burgplein en toen moest iedereen raden welke voordeur bij welk huisnummer zorgde. Dat was een soort een hint naar jongens, hoeveel voordeuren zijn er al anders dan de standaard voordeur? En dat was een soort uitnodiging, een soort verleiding om je voordeur weer origineel te maken. Het heeft gewoon gewerkt. Het was geen afstraffing. En er zijn een aantal die het niet hebben gedaan, dat maakt niet uit. Maar het is een tolerantie die aangeeft dat je een verleiding kunt hebben om je voordeur weer hetzelfde te maken. En uniform, als je dat leuk vindt. Als je het niet leuk vindt, kun je hem ook nadrukkelijk laten afwijken. Dat kan ook. Nou, zo gaat dat misschien ook voor het parkeren. Ik kan me voorstellen dat met dit gedachtegoed in de schoot, dat je tot ideeën komt die verleiding, die positieve verleiding, die positieve gedrags... bijsturing, zal ik maar zeggen, als je het zo mag noemen, tot gevolg kan hebben. Dus ik heb het gevoel dat hier zoveel munitie is aangereikt die dat proces op gang brengt. En deze avond hoort er natuurlijk ook bij. Het gaat om dat we wennen aan het idee dat we daar misschien over na moeten gaan denken. Zo, dat is eigenlijk het meer, want we zijn er nog niet aan toe, dat is duidelijk. Maar ik denk dat zo'n avond als deze en de volgende stap en de daaropvolgende stap wel een proces op gang brengen waarbij die gewenning tot stand kan komen. Ja, je zegt van we zijn er nog niet aan toe, maar volgens mij zijn bijna alle mensen hier omdat ze een parkeerprobleem ervaren. Want, en niet alleen, want ik wist niet dat het met name ook om de presentatie van studenten ging, alhoewel dat hartstikke goede ideeën bij zitten, vind ik. Maar ik vind dat constateer ik bijna bij elke aanpassing die in de loop der jaren in de verschillende straten gebeurd is, dat er minder parkeerplaatsen komen. Althans, bij ons in de straat is het nadrukkelijk een probleem. Ik kan mijn auto absoluut een kwart over zes nergens kwijt. En als ik dan zie wat in de loop der tijd, en dat hoor ik ook van Wim net, ja, in de Peter Donnerstraat bijvoorbeeld, als je dan iets nieuws doet, maak dan inderdaad een markering waardoor je efficiënter parkeert. Maar bij ons voor de deur zijn gewoon de afgelopen jaren alleen maar minder plekken gekomen. Door allerlei onhandigheden die in mijn idee niet per se geld hadden hoeven kosten. Inderdaad een lantaarnpaal die net zodanig verschoven is dat er net geen auto meer achter kan. En dat zijn allemaal maar hele kleine dingen, maar als je die optelt in combinatie met mogelijk het probleem wat niet zo heel erg groot is, tenminste als ik het mag geloven, want die cijfers zou ik ook graag weten, van zijn er zoveel huishoudens en zoveel parkeerplaatsen. Misschien zijn er zeg maar iets 300 huishoudens en 350 parkeerplaatsen. Ja, dan zijn we misschien vrij snel klaar. Als ze een beetje verdelen, dan is het opgelost. Maar zo simpel zal het wel niet zijn, denk ik. Maar ik zou me kunnen voorstellen een combinatie van dat soort dingen. Maar beginnend bij simpele, efficiënte inrichting. Zonder dat je daar heel veel gekke dingen voor hoeft te doen. Ik denk dat je daar al 5, misschien wel 10%. En 10% is veel. Okay. Nou, ik denk dat een beetje die efficiëntieslag is die we een aantal oplossingen hebben teruggezien. Hè? Dus de komende 5 jaar... kun je nog die efficiëntieslag maken en is het eigenlijk nog geen probleem? Dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Maar je ziet aankomen dat over een jaar of 5, maar misschien is dat 7, misschien is dat 3, dat er misschien wel een meerderheid het zal ervaren als een probleem. En is daar dan onderzoek naar gedaan dat er daadwerkelijk zoveel auto's bij komen in de komende jaren? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het de vraagstelling nu was gewoon, denk even na over wat als, hè? What if, en niet meer dan dat. Dus in die zin... Nee, maar het wordt nu gesteld alsof dat zeker is dat er zoveel auto's bij gaan komen de komende 5 à 10 jaar. Maar dat is helemaal niet zeker. Nee. Want er zijn allerlei alternatieven of ontwikkelingen gaande waardoor het misschien nog niet zo is. Nee, ik denk dat dat inderdaad het beste geval kan zijn. Dus daarom is het meer een mentaliteitskwestie van dat je voorbereidt op dat gebruik. Of misschien die efficiëntieslag alvast maakt. Dat is de eerste stap die te winnen is. Dat je in ieder geval geen auto's meer op de stoep krijgt. Of dat je de verhouding tussen speelruimte voor kinderen en geparkeerde auto's ongeveer gelijk houdt, laat ik het zo maar zeggen. Want elke auto die verkeerd staat, kost speelruimte voor kinderen, bij spreken. Hè. Zo kun je ook redeneren. En er zijn relatief veel kinderen. Maar dus dat die in de toekomst die slag niet meer nodig is, omdat, ik noem maar wat, de olieprijs zo hoog wordt, de benzineprijs zo hoog wordt, dat mensen wel afzien van de tweede auto. Ik zeg maar niet geks. Maar nu is het nog wel zo dat er een toenemend aantal auto's te waar te nemen valt, terwijl we gemiddeld inderdaad die ene parkeerplaats per huis hebben globaal in de wijk. Dus elke tweede auto die er is,
die is in principe te veel. Dus dan weet je dat. Maar daar is nog niet echt een probleem voor. Dat kan nog efficiënt worden opgelost. Ja. Karel, ja. Ik wil nog even reageren op de inrichting van het parkeren in de Petrus Donnenstraat. Ik heb zelf in de klankbordgroep gezeten, dus overleg gevoerd namens de bewoners van de Petrus Donnenstraat met de gemeente. En we hebben wel degelijk gekeken naar hoe we dus maximaal zeg maar de inrichting zo kunnen maken dat er meer parkeerplaatsen komen. De keuze is toen gevallen op lang parkeren, want dat was sowieso zeg maar verkeerstechnisch noodzakelijk. Konden niet bijvoorbeeld schuin dwars of dat soort dingen meer. Parkeervakken hebben we het ook over gehad. En ja, daar zijn we toch van uitgegaan van gedrag van mensen om te zeggen van oké, je hebt een strook om te parkeren. Maak daar maximaal gebruik van. En kleine en grote auto's bij elkaar levert dan uiteindelijk, als je het goed doet, levert dat meer capaciteit op als elke keer een vak. En dan ga ik ook even kijken naar de toekomst. Als we een nieuwe auto kopen, dan kopen we een kleinere auto. Want die rijdt ontzettend zuinig met zo'n TSI-motortje. We hebben geen ppm, we hoeven geen wegenbelasting te betalen. Dus als we straks allemaal in kleinere auto's rijden, omdat ook de olieprijs duurder is, dan weet ik zeker dat in de Petrus Donnenstraat nog meer auto's erin kunnen. Omdat we dan geen grote vakken hebben. Dat wou ik even zeggen. Maar goed, langzaam maar zeker komen we op zo'n soort infoavond uit. Hè. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ik denk dat het leuk is van vanavond dat we zo'n veelheid aan ideeën hebben kunnen beluisteren en zien. En het tweede is dat dat ook door zo'n jonge generatie is gedaan. Dus ik denk dat dat op de toekomst voorbereidt. Hè. Dus zo'n spotje, maar goed. Ik denk dat het leuk is om deze rijkdom eventjes goed tot ons te laten doordringen. Ik stel voor dat we de avond daarmee ook afsluiten, want het is nog lang niet opgelost, dat verhaal. Het duurt al 3 jaar en het zal misschien nog wel 3 jaar duren dat we met elkaar zo aan het babbelen zijn. Complimenten voor de studenten. Ja, daar wou ik dus mee eindigen. Ja. Leuk dat jij het zei. Ja, dan wil ik me bij je aansluiten. Dus ik wil in ieder geval de studenten danken en ook de coaches. Een van de coaches, Jan Rouvois, is ook aanwezig. Maar ik wil zeker ook de studenten danken voor de moeite die ze hebben genomen om toch vanavond hier hun werk weer te presenteren. Verder wil ik ook de aanwezigen uiteraard danken. Want voor de studenten is dit soort contacten met de stemmen uit de samenleving van wezensbelang. Dan Kees wil ik bedanken die toch aan de basis heeft gestaan van dit project. Die ook slagvaardig de mensen van City TV heeft georganiseerd, de mensen van de gemeente ook uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Dus vanuit de universiteit is onze waardering voor deze activiteit zeer groot. Dank u wel. Jij natuurlijk ook met je team, hè? Dat begrijp je wel. Niet alleen de studenten, maar en ons werkgroepje. Ik stel voor dat we afsluiten. Jullie kunnen nog eventjes kennis maken met studenten als je dat wil. Een beetje nog informeler dan dat al was. We hebben misschien nog wat koffie en thee, maar dan stel ik voor dat we afsluiten. Dankjewel.